Ja, Danny van Trijp, aan de vooravond van je tweede keer op de Pro Tour. Ja. Kijk je ernaar uit? Ja, ik kijk er zeker naar uit. Ik heb er al 2 keer eerder gestaan. De laatste keer won ik nog wel de eerste ronde van Mario van den Boogaarden. Ik weet dat ik het kan, want al mijn potten zijn rond de 90 gemiddeld. En je hoopt dat ik hoop wel dat het hoger kan. Maar we zien het wel. Ik denk ook dat de loting wel erg meespeelt. En als ik bijvoorbeeld een prijs op Pieter White de eerste ronde krijg, dan is het een stuk lastiger dan iemand anders, zeg maar, met Damien Moore bijvoorbeeld. En je zegt het zelf, vaak de ronde 90 en boven de 90, je ziet toekomsthouders die dat niet halen. Een plek op de Tour lijkt voor jou bijna, ja, vereist is misschien veel gezegd, maar je laat wel zien dat je er eigenlijk thuis hoort. Hoe kan het dan zijn dat op Q-School vaak net niet lukt? Ik denk dat ik al 5 jaar Q-School heb gegooid. Ik heb er 1 keer echt heel dichtbij gezeten. Andere jaren, net als afgelopen jaar, was het gewoon dramatisch. Ik heb 3 keer de eerste ronde verloren op de final stage. Andere keer haalde ik maar 2e ronde, ik heb maar 1 punt gehaald. Ik werd iets van 40ste. Ik weet dat ik het kan, maar het zit er niet in. Ja, dan ga je naar de Challenge Tour en dan laat je eigenlijk meteen zien dat het wel kan. Voelde dan meteen dubbel? Eerste weekend had ik 50 pond en ik ging met een heel minder gevoel naar de tweede weekend toe. Nou, toen ben ik toen nog ziek geworden. Ik heb me vrijdag afgemeld en haalde ik op 1 dag de finale. En ik win er eentje. Nou, 3000 pond erbij op de ranking en nou mag ik dit allemaal gaan doen. Kijk je ernaar uit om weer met Damien Mol te gaan reizen? Met Damien? Ik heb het niet zo goed met hem. Nee. Damien Mol is gewoon een goede maatje van mij. Ik ben ook trots op hem dat hij het toolcut heeft gehad. En ik ben ook trots op wat hij nou doet. En als je daar bent, je ligt de eerste ronde uit, dan kan je wel eens eenzaam voelen, zeg maar. Daarom moet je ook, als je op de Pro Tour zit, een beetje je eigen groepje vinden. En die heb ik nu de eerste keer Pro Tour gooien, heb ik die wel gevonden. Goed, hé. Vooruitkijken, je zit ook nu in het Nederlands team. Wat is dat? Zit je ook met 2 van je maatjes in, Patrick van der Boogaard en Wesley Plezier. Geef je dan nog een extra stimulans? Ik denk het wel. Als je kijkt naar andere Nederlandse teams, zijn dat veel. Die gooien niet bij elkaar in een team, die kennen elkaar niet zo goed. Die kennen elkaar alleen van naam. En als je nu kijkt naar Wesley Plezier, Patrick van der Boogaard, Roelofs ben ik heel goed mee. Chris van der Boel ken ik wat minder goed, maar daar ben ik ook gewoon goed mee. We zijn laatst nog met z'n 5 hebben wat drankje gedaan. Elkaar beter leren kennen en ik denk dat het wel goed komt volgende week. Danny, bedankt.